daar zijn we weer. En vandaag een superleuke dag. Want Saar. We gaan in een VIP-kite. Ja, een VIP-kite. En dat is Very Important Person Kite. Dus we zijn in één keer een beetje belangrijk. Want we worden zomaar overal naartoe gebracht. Dus nu kunnen we heel veel zien in één dag. Ik ga het vertellen. Je gaat bijvoorbeeld in een attractie. Je staat eigenlijk gewoon gelijk helemaal vooraan. Ja, dus je bent echt VIP. Je hoeft niet meer te wachten. Ze brengt je overal naartoe. Je hoeft niet meer te wachten. Ze brengt je naar een rij waar echt niemand staat. Ja, dus dit wordt een super toffe dag. Ja. Yeah. Hebben we er een beetje zin in? Heel erg. En die auto die achter ons staat. Daar gaan we in. Daar gaan we in. En de gids staat er ook al. En die heet Claudia. Zullen we er even naartoe gaan? Yes. Well, this is Claudia. How are you? Kijk eens. Dit is al zo ziekelijk leuk. Wow, hoe is dit jongens? Heel leuk. In zo'n ziekelijk grote auto zitten. Dat doe je niet vaak. Van de VIP-kite en we gaan vandaag de hele dag op pad met onze gids en die gaat ons overal naartoe brengen waar we graag heen willen. En de kinderen hebben allemaal bedacht al wie ze graag willen zien. Janne wil graag Tinkerbell zien en Bram die wil graag Donald Duck zien en Saartje wil graag Knabbel en Babbel zien. Dus we gaan kijken of we die kunnen vinden samen met onze gids en we kunnen ook meteen naar een paar mooie shows, mooie attracties in Animal Kingdom. Dus we hebben er zin in. Maar ik wil Katrien en Tinkerbell. Ja, en Katrien en Tinkerbell. En ik heb Pluto en Knabbel en papa. Die wou ik al zo graag zien, want ik voel hier gewoon heel leuk. Nou, daar zijn we. Eerste stop, Saar. Ja. Animal Kingdom. We zijn net de auto uitgekomen en we lopen nu het park in via de achterkant. Ja. Dus we lopen helemaal alleen nu het park in. Mooi, hè? Okay. Mooi gemaakt. Oké, we lopen dus nu in Animal Kingdom, in het Avatar gedeelte. En wat je hier ziet is zo mooi. Ik zal jullie even laten zien. De rotsen van Avatar. Bam! Wauw! Eerste attractie, Jan. Wat gaan we doen? Ja, een attractie van Avatar. Van die film met die blauwe mensen. Oeh! Dat was toen al heel indrukwekkend tijdens de film. Dus ik denk dat ze iets heel moois gemaakt hebben. Dus we zijn benieuwd. We laten ons vast. Bijna 1 minuut water. Lekker, hè? Dit is full pip. Hey, Saar. Lekker snel zo, hè? En weet je wat heel mooi is? Wij staan nu hier in de rij en zij gaat vast kaartjes regelen voor de Lion King. Show. Wauw. Daar hebben we ook zin in. Yes, daar gaan we. Woehoe. Kijk, dit is echt een super mooie boom. Ja? En nu denk je dat is alleen een boom. Maar als je heel goed kijkt, wat zie je dan? Allemaal beesten. Oké, okay, we gaan een spelletje doen. Welk dier moeten ze als eerste vinden? De uil. De uil. 3, 2, 1. Ja, rechtsbovenin. Welke moeten ze nu vinden? De leeuw. Zien jullie de leeuw? 3, 2, 1. Linksbovenin, ja. Zien jullie de slak? De slak? 3, 2, 1. In het midden bovenin. Ja, naast. Zien jullie? En wat zit er naast de slak, rechts? Links. Een walvis. En links zit een stokstaartje. Ja. En daar onderin zie je een hele grote aap. Nou. We gaan weer verder. Waar gaan we naartoe, Janna? Lion King Show. Naar de Lion King Show. Yeah.
volgen onze VIP guide naar de Lion King. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Dat is van de Lion King, Hakuna Matata. Oh, worden we meegenomen? Waar komen we te zitten? Waar komen we te zitten, Janna? Oh, wow. Thank you. Helemaal vooraan. Dat is volgens mij echt een heel mooi plekje. Kijk, zij doet de flamingo na. Kijk, oh ja! Wauw, zij! En Bram die doet daar een vogel na. Nu is het wachten, totdat ze gaan beginnen. Dan stoort naar de oorhaal. Papa zit nu op het podium. Die olifant nadoen, wel een klusje hoor. Dat is een elephant we will never Ik moest een olifant nadoen. Nou, echt dat geluid wat eruit kwam was niet best. Het was maar olifant. Ze vonden het uiteindelijk wel oké genoeg. Maar die show, echt waar. Wat een gave show. Ja, super cool. Dans is heel erg goed. En ook met trapezen en helemaal in de lucht. En het is prachtig. Mooi, mooi. En mooi kostuum zo. Kijk, we lopen weer achter de VIP-guide aan. Want we gaan nu een boottochtje maken. En daarna gaan we in de achtbaan, papa. Ja, en daarna gaan we in de achtbaan. Dus nog een hoop te doen. Kijk eens aan, Janna. Komt er nog een? Ja, er komt er nog een. We zijn nu nog droog, maar ik ben bang dat we goed nat worden. Kijk, droog. Ik zit naast Saar. Wij worden samen nat. Mama zit naast Janna. En daar zit Bram. Kijk, de gordels moeten om. En dan gaan we zo de rivier af. Kijk, daar gaan we omhoog. Zie je daar? We gaan eerst omhoog. Eigenlijk een soort achtbaan, hè? Dan ga je ook eerst naar een hoog punt. En daarna ga je in één keer naar beneden. En dan komen we waarschijnlijk op een hele stormachtige rivier. Ben benieuwd. Throw me in open water, let me have my peace. And leave me till tomorrow, wind into my sail. Oh ja hoor, ik zie daar al het water. Wow! Oh!
Dan zijn we meteen goed nat. Nou, dat was hem weer. Bram, vertel. Ja. Wat gaan we doen? We gaan in een achtbaan. Oh, sorry sir. We gaan in een achtbaan. Welke? Ik weet niet meer zo goed, maar ik ben van Donkey Kong. Everest. Kijk, daar gaat hij. Deze hebben we nog niet eerder gedaan, dus we zijn heel benieuwd en we gaan hem gewoon doen. Nou, we zitten helemaal vooraan. De expeditie gaat beginnen. Ik ben er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Tuurlijk. Tuurlijk, we gaan het gewoon doen. Thank you.
We do this every day. We do this love for life. Kijk wat een mooi uitzicht, hé. Ja, daar heb je het paleis. Echt, hè? Mooi, hè? En s'avonds hebben ze dan een vuurwerkshow. En dan gaan ze allemaal mooie beelden op dat kasteel projecteren. Allemaal vuurwerk en fonteinen. Gaan we ook nog doen. Gaan we ook nog doen. We ook doen. Maar nu wachten we op de parade. Filmpje. Leuk, geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal.